Het academisch ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft het militair hospitaal MH overgenomen. Hiertoe hebben de ministers Antoine Elias van Volksgezondheid en Ronnie Benschop van Defensie vrijdag 22 juni een intentieverklaring getekend. Volgens de bewindslieden is dit een historisch moment waarbij de eerste stap is gezet in de verdere verbetering van de dienstverlening van het ziekenhuis. In de toekomst zal het militair hospitaal dus volledig beheerd worden door het AZP. De directeur van het AZP, Claudia Marikaridan, zegt dat de directie voldoende heeft nagedacht over de diensten die efficiënter gemaakt moeten worden. Er moet volgens haar ook samengewerkt worden aan het realiseren van de gestelde doelen. Beide ziekenhuizen zullen hier voordeel aan moeten hebben. De afdeling verloskunde van het AZP maakt sinds 2013 gebruik van een van de vleugels van het MH. Volgens de volledige renovatie van het beddenhuis van het AZP zullen alle afdelingen van het militair hospitaal nu benut worden. Het AZP is door de ministers op het hart gedrukt het ziekenhuis in goede staat te houden.